Zijlijn Sport. Met vandaag het duel Blauw-Geel 38 Jumbo tegen OSS 20 uit Os. Blauw-Geel dat 2 weken geleden een eerste thuisnederlaag leed en wel met 0-2 tegen DHC uit Delft. Dat zal ongetwijfeld niet een tweede opeenvolgende nederlaag willen leiden. En Os heeft de punten nog hard nodig. Weliswaar 3 wedstrijden minder gespeeld als de meeste andere clubs uit deze hoofdklasse B. Ze hebben dus nog heel wat inhaalwerk te verrichten, maar zullen in Veghel ongetwijfeld voor een stunt willen zorgen. De opstelling van Blauw-Geel 38. Zoals normaal Rahim Zari op doel. De achterhoede met Sten van Vessem, Martijn van Loon, Stefano Verburg en Immanuel Hurkmans. Stefano Verburg die vervangt achterin Desley Schilders die nog steeds met een blessure kampt. Op het middenveld Mark Dobbelsteen, Mustafa Güler en Sander Egmond. En voorin Joey Helstern, Alexander Mols en Danny Verbakel. Joey Helstern is terug in de basis. Hij is de vervanger van Emiel van der Zanden die hem de laatste weken verving. Trainer Maarten Vervucht stuurt de volgende 11 het veld in. Rick van der Leest, Rick van der Broek, Martijn van der Zanden, Mats van Huigenvoort en Joris Razenberg. Dat is de defensie. Het Ossen middenveld bestaat uit Luc van Dijk, Basu Boelgeig, Tom Pijnenburg en voorin Ferdy van den Berg, Tony de Groot en Metin Alkier. OSS 20 mocht deze middag de aftrap verrichten en het zou behoudend van start gaan. De eerste 10 à 15 minuten was er eigenlijk heel weinig te beleven op het Prins Willem-Alexander Sportpark, dat met zo'n kleine 350 toeschouwers behoorlijk bezet was. Hier is het de 13e minuut en een eerste afstandspoging van OSS 20, maar die bal die gaat langs het doel bij Brahim Zari. Opbouw van Blauw-Geel via Immanuel Hurkmans. Hij mag heel ver komen. Geeft hem op Sander Egmond. En die bal die komt dan terug bij Immanuel Hurkmans. Die geeft een paas op zichzelf en zal een voorzet afleveren. Die wordt teruggelegd door Joey Helsten, maar Alexander Mols was al te ver naar voren. Opbouw van OSS 20. Diepe bal naar de linkerflank. En Stefano Verburg is daar even gezien. Brahim Zari, die altijd alert keept, komt goed uit en verhindert erger voor Blauw-Geel. Opbouw van Blauw-Geel via Mark Dobbelsteen. En Sander Egmond komt hier in een kansrijke positie. Maar zijn inzet gaat via een Osse-speler langs het doel. Corner van Danny Verbakel. De keeper van OSS 20 stompt die bal weg, maar Blauw-Geel kan opvangen. En deze inzet gaat nog ver langs. Een minuutje later. Nieuw Blauw-Geel wat de aanval kiest. Mark Dobbelsteen geeft hem op Sander Egmond, maar die komt er niet bij. Speler van OSS 20 raakt geblesseerd. Danny Verbakel komt in kansrijke schietpositie en de doelman moet stompen. Alexander Mols pikt die bal direct weer op. Geeft hem af op Sander Egmond, maar die hangt te ver achterover en die bal die gaat hoog over het doel bij OSS 20. Nieuw opbouw via Immanuel Hurkmans. Prima actie van deze jongeling. Geeft hem af op Mustafa Güler. Krijgt hem terug van Mustafa Güler. De bal gaat naar Mark Dobbelsteen. 1-2 met Sander Egmond. Weer naar buiten naar Mustafa Güler. Voorzet. En een prima kopbal van Joey Helston. Helaas, die verdient meer als de kruising. Daar was Blauw-Geel heel dichtbij een doelpunt. Sten van Vessem weer een voorzet. De keeper moet lossen, maar niemand alert genoeg van Blauw-Geel om die bal binnen te tikken. En dan de tweede helft, waarin Blauw-Geel mag aftrappen. En dat zal het over een minuutje weer mogen doen. De eerste aanval levert niets op. De keeper trapt uit. Dan komt die bal van OSS 20 op het middenveld. En dan komt die bal bij Basu Boelaeg. 1-2 met Ferdy van den Berg. Basu krijgt hem terug. Heeft een voorzet in huis en Martijn van Loon wil die bal wegwerken, maar doet dat helaas recht in de voeten van Tom Pijnenburg. En die laat in de 46e minuut de 0-1 aantekenen. Dat mag toch als mokerslag worden genoemd, zo vlak na de rust.
Maar nog 44 minuten de tijd om die stand weer gelijk te trekken. En wederom een diepe bal. Het is de nummer 10 die je schiet. En het is in dit geval Brahim Zahri die blauw-geel behoedt voor een verdere achterstand. Dat was in de 49ste minuut. En OSS gaat door. Wederom een diepe bal. De Osse speler probeert een lob, maar Brahim Zahri is alert genoeg en kan die bal pakken. Na een blessurebehandeling kan het spel verder. Diepe bal van Martijn van Loon wordt door de nummer 4 van Os op het hoofd gelegd van Joey Helston. Die kopt hem richting Alexander Mols, maar die bal die gaat langs het doel. En OSS probeert er weer uit te komen. Het trok zich massaal terug na de 1-0 voorsprong. En probeerde met scherpe counters blauw-geel op een verdere achterstand te zetten. Hier Tom van Pijnenburg die de bal te ver voor zich uitspeelt. En Brahim Zahri is weer op tijd uit zijn doel. De tweede wissel van blauw-geel. Emiel van der Zanden komt in het veld voor Mustafa Güler. Eerder was Stefano Verburg al vervangen. Hier een speler van Os die zag dat Brahim Zahri wel erg ver voor zijn doel stond. Maar gelukkig voor blauw-geel waaide die bal te ver af. 1-2 tussen Emmanuel Hurkmans en Trezor Schema. Voorzet van Emmanuel Hurkmans, waarbij Alexander Mons heel goed naar de eerste paal komt. Helaas voor hem gaat ook deze inzet van hem weer voorbij het doel. Martijn van Loon. Als 20 probeert die bal weg te werken. Hakje van Danny Verbakel. Rebound in de voeten van Sander van Egmond. Sander Egmond en die is een prooi voor de doelman omdat het schot werd gekraakt. Blauw-geel publiek is al bezig om het hoofdterrein te verlaten. Want het is al inmiddels de 91ste minuut als blauw-geel hier dan nog een vrije trap krijgt. 25 meter voor het doel. Alexander Mols achter de bal. Voorbij de muur, tussen de benen van de doelman door. Maar die is alert genoeg en houdt die bal voor de doellijn tegen. Voordat Sander Egmond kan binnenglijden. En dan lijkt het voor blauw-geel een tweede thuisnederlaag te worden. Het is pompen of verzuipen. Hier een voorzet van Danny Verbakel. En dan is het de 94ste minuut als Alexander Mols met een prima kopbal die bal verlengt naar de tweede paal. Via de paal die bal ook over de doellijn ziet gaan. Een verdiend gelijkspel voor blauw-geel. Maar het was met hangen en wurgen. En het commentaar op de achtergrond is duidelijk. Eindsignaal van scheidsrechter van dienst, de heer Van Leeuwen. En blauw-geel houdt dan toch nog een punt over aan dit duel. Een verdiend punt, weliswaar. Het had de betere kansen. Maar het mag ook van geluk spelen dat het in de 95e minuut nog de gelijkmaker maakt. En dat is wel heel zuur voor de gasten uit Os. Maar daar maalt in Veghel verder niemand om. Niels, in extremis een nederlaag kunnen ontlopen. Ja, ik vond het een wedstrijd waarin we slecht begonnen. De eerste 20 minuten was voor Os zonder dat ze echt grote kansen kregen. Maar ik vond dat we het niet goed deden. De laatste kwartier van de eerste helft vond ik ons wel echt goed spelen. We kwamen er eigenlijk niet meer aan de pas en we kregen wel een paar goede mogelijkheden, denk ik. Ja, na de rust beginnen we natuurlijk slecht. Martijn werkt een voorzet helemaal verkeerd weg. En die schieten zij, die valt voor hun voeten en die schieten zij prima binnen. En daarna denk ik dat het gewoon een richting verkeer was. Blauw-geel dat de goal wilde forceren. En Oost-20 dat alleen maar tegenhield. Dus wat dat betreft vond ik het een terecht gelijk spel. Alleen ja, als je dan pas in de 95e minuut valt, ja, dan is dat wel op dat moment wel, wel gelukkig. Want ja. Maar goed, nogmaals, al met al vond ik ons niet goed genoeg. Maar ik vond het gelijkspel wel terecht. Als ik het van mij uit bekijk, dan oogt het wat stroever. En je hebt natuurlijk te maken met tegenstanders die zich
naar aanleiding van de eerste seizoenhelft aanpassen aan een koploper die al een straatlengte voor staat. Ja, vooral in het laatste kwartier toen wij goed begonnen te spelen gingen ze heel erg vet terug. En ook na de goal, en die viel al vrij vroeg in de tweede helft, gingen ze ook echt massaal terug. Dus zij gingen echt met heel veel mensen voor hun goal rond de 16 hangen. Ja, en dan vond ik ons vandaag inderdaad niet goed genoeg om daar doorheen te spelen. Nou, dan mis je ook wel, vind ik. Dan zie je wel de kwaliteit van Desley Schilders ook, die normaal met zijn spreiding wat meer het spel kan openbreken. En nu zijn we met name gefocust op nog wel meer de korte combinaties. Nou, en dan kwamen we er moeilijk doorheen. Dus uiteindelijk ook gewoon gekozen de laatste 10 minuten om gewoon eigenlijk allemaal zoveel mogelijk maar te pompen in die 16. En in de hoop dat hij een keer goed viel. En hij viel goed in de laatste laatste secondes. En wat ik wel moet ik zeggen, en dat vind ik dan wel een compliment toch van onze ploeg. Kijk, vaak zie je dat een ploeg die zo compact verdedigt naar een 1-0 voorsprong, uiteindelijk de beste kansen krijgt op de 2-0. Laat staan, ook nog de 2-0 maakt. Nou, ik denk dat Os eigenlijk geen kans meer heeft gehad op de 2-0. Dus we hebben ons wel zelf in de wedstrijd gehouden tot echt de laatste secondes toe. Nou ja, goed dat hij dan nog valt. Nou, dat was een goede goal, een mooie voorzet en een knappe kopbal. Dus dat die valt, is zuur voor Os, maar ik denk wel nogmaals meer dan terecht op basis van de hele wedstrijd. Ik zat net te bedenken, nog 9 wedstrijden. Als je zo je punten binnenhaalt, dan word je kampioen. Ja, kijk, het is nog 9 wedstrijden en 12 punten los op nummers 2 en 3. Alleen, ze hebben bijna nog een wedstrijd te goed. Dus even van het slechtste scenario uitgaan van ons is dat het 9 punten wordt. Ja, 9 wedstrijden, 9 punten. Ja, dat betekent toch nog steeds dat we er 6 moeten winnen. Om in ieder geval die marge groot te houden. Maar dat betekent ook dat zij al die 6 wedstrijden moeten winnen. En je weet nooit hoe het gaat lopen. Ik vind, maar goed, dat heb ik al gezegd nadat we de eerste periode hebben gewonnen. En we eindigen waarschijnlijk ook bovenaan in deze tweede periode. Ik vind gewoon dat we voor de titel moeten gaan. En dat is nou nog steeds zo. Maar je hebt hem pas als je hem hebt. Ik denk dat er vast wel ergens geschiedenisboeken liggen waarbij het nog anders verlopen is. Dus je kunt pas plezier maken en juichen en erover praten als het zover is. Alleen dat we er vol voor gaan, dat lijkt me geen discussie. De uitslagen van deze zondag in de hoofdklasse B van het inhaalprogramma, dat werd gespeeld. Blauw-geel 38, OSS 20, dat heeft u kunnen zien, werd 1-1. Halsteren, de volgende tegenstander van Blauw-geel, mag ook dan thuis. En dat speelde nu thuis tegen Gemert en werd 0-0. RKSV Nuenen is het spoor volledig bijster, want na de 1-4 nederlaag tegen Chevremont is nu Groene Ster met 2-5 te sterk voor de Groen-Witte. EHC uit Hoensbroek tegen DHC uit Delft 1-2. Chevremont tegen RKAVV uit Leidschendam 1-2. En Deso tegen Gestel werd 0-4. De stand in de hoofdklasse B. Ondanks het puntverlies van vandaag blijft Blauw-Geel koploper. Met 21 wedstrijden gespeeld heeft het 47 punten. Op een tweede plaats, zonder te spelen, inmiddels het Haagse Kwik. Met 20 gespeeld en 35 punten. Nuenen is gezakt door de nederlaag naar de derde plaats. Heeft ook 35 punten uit 20 wedstrijden, maar een slechter doelsaldo. Verder dan Vlissingen, Gestel, DHC op plaats 7, Gemert met 21 gespeeld en 30 punten. OSS 20 vinden we terug op plaats 10 met slechts 18 gespeelde wedstrijden, 24 punten. Op plaats 12, Deso uit Os met 20 gespeeld en 23 punten. En onderin Chevremont dat verloor, Dosco dat was vrij, maar RKAVV en Groene Ster wisten beide de volle winst te behalen, blijven wel op plaats 15 en 16 staan. Dit was Skyline Sport voor deze zondag. Bedankt voor het kijken. Let op, vanaf donderdag zijn wij bij u terug met de inhaalwedstrijd UDI-19 Beterbed tegen Jong Achilles 29 uit Groesbeek. Tot dan. Skyline Sport.